Hey, dit is Stefan van wetenschapsschool.nl. Hier nog een tweede video over de zogenaamde oppervlaktemethode. We gaan hier kijken naar een aantal grafieken die uit oude examens komen. Nou, hier hebben we een, een of andere kermisattractie waar mensen omhoog worden geknald, en hier zien we het VT-diagram uh, bij wat hierbij hoort. En We willen weten tot welke hoogte de personen worden afgeschoten. Nou, we gaan kijken welke strategie we nodig hebben om met deze VT-diagram de hoogte te bepalen van deze beweging. Nou, ten eerste moeten we even kijken waar in die grafiek is nou het hoogste punt. Het is heel verleidelijk om te denken dat het op dit moment is omdat daar de grafiek het hoogst is, maar het enige wat we weten is dat de snelheid v op dit moment het hoogst is. We weten niets over de positie hier. Sterker nog, het hoogste punt blijkt hier te zijn. Hoe weten we dat? Nou, ten eerste is hier de snelheid nul, wat je op het hoogste punt verwacht, want op het hoogste punt staat het vorm even stil voordat hij weer naar beneden gaat. En we zien hier ook dat de snelheid van positief naar negatief gaat, oftewel. Tijdens deze daling van de snelheid is de snijd nog steeds positief. Dus hier gaat hij omhoog, maar steeds minder snel omhoog. Hier gaat hij nog steeds omhoog, nog steeds omhoog staat hij even stil. En daarna wordt de snijd negatief, dus hier gaat hij achteruit. Dus dit is het hoogste punt, dit is het laatste punt. Dus als we willen weten hoe hoog de personen zijn afgeschoten, dan willen we het oppervlak van dit hele stuk bepalen. Het oppervlak onder deze hele grafiek geeft de hoogte. Nog een voorbeeld, hier zien we zo'n gast op zo'n springstok springen, hier het bijbehorende VT-diagram en we willen weer weten de maximale hoogte dat die persoon kan springen. Nou, laten we hier even beginnen met de grafiek. De snelheid is hier positief, dus hier gaat hij omhoog. Hij gaat hier nog steeds omhoog, nu minder snel omhoog, maar nog steeds een positieve snelheid. En hier is de snelheid 0, dan zit hij op zijn hoogtepunt en daarna gaat hij naar beneden en hier zit hij beneden op zijn laagste punt en dan gaat hij weer omhoog. Als we willen weten hoe hoog die springt, dan willen we dus de afstand weten van zijn laagste punt tot zijn hoogste punt. Oftewel, dat komt overeen met het oppervlak onder dit stuk hier. Nou, dit is een som die hier een beetje op lijkt, waar we ook de oppervlaktes gebruiken. De vraag is wanneer halen de auto's elkaar in? Is dat op dit punt of is dat op een ander punt? Nou, het ligt heel erg voor de hand om te denken dat het op dit moment is omdat de grafieken hier elkaar kruisen. Maar het enige wat we hier weten is dat de auto's in beide gevallen hier dezelfde snelheid hebben. We weten niet dat ze ook dezelfde positie hebben. En dat moeten we natuurlijk weten als ze elkaar inhalen, want dan hebben ze dezelfde x-waarde op dat moment. Nou, om te weten wanneer ze elkaar inhalen, moeten we kijken naar het oppervlak onder de grafiek. We willen een moment vinden, dat is ongeveer rond die 40 seconden, waarbij het oppervlak onder auto 1 bij de gestippelde lijn. Even groot is als het oppervlak onder auto 2, de rechte lijn, en dat is ongeveer hier. Dus hier zijn die oppervlaktes onder de gestippelde lijn en de rechte lijn hetzelfde. En rond dit punt, rond dit tijdstip, zullen de auto's elkaar dus inhalen en hier hebben ze een gelijke snelheid. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like knop en vooral ook op de subscribe knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapschool.nl. See you next time.